misschien, ja, iets te rustig waren. Oké, die goal valt, maar ik denk dat we niet zijn beginnen panikeren. Ik denk dat we op het einde dan nog kunnen tegenprikken hebben. Dus dat is goed, want voor hetzelfde geld krijg je nog een goal binnen. Dat is wel heel dramatisch geweest. Het was wel heel spannend op dat moment, hè, die 1-1. Ja, kan ik geloven, ja. Hoe ervaar je dat dan zelf op het veld? Is er dan een beetje twijfel? Of? Ja, nee, want ik denk dat we daar al geen doelpunt gepakt en nu nemen we eigenlijk een doelpunt dat een beetje aan ons eigen lag. Dus op zich, als we gewoon goed verder verdedigden, dan was er geen probleem. Maar oké, ja, ik denk dat er misschien wel een beetje onrust in de ploeg kwam en dat we minder de bal durfden vragen en misschien wat te veel achteruit speelden. Dat we de eerste helft niet deden en met meer lef hebben gevoetbald. En ik denk dat dat een beetje het probleem was, tweede helft. Wat moet er gebeuren om zo'n dipje in de toekomst te voorkomen? Goh, geen goal binnenkrijgen. Ik denk dat het simpel is. Ik denk dat de mogelijkheid was om de nul te houden. Maar oké, dat komt voor. Als je dan met 3-1 wint, zo moet het. Het kan een keer voorvallen. Als je dat dan als team recht zet, is dat geen probleem. Ja, nu wacht er een hele mooie affiche tegen Bordeaux. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat weet ik nog niet, want we spelen zondag tegen Eupen. Dus dat is eigenlijk nog niet aan de orde. Ik denk dat het al een moeilijke wedstrijd zal zijn. Dus Bordeaux, dat is voor daarna. Dank je wel. Heb je ooit al een spits zo weten beginnen? Nee, dat denk ik niet. Toch niet op die leeftijd. Misschien, maar toch niet bij Gent. Dus ik hoop dat hij zo verder doet. Het is genieten. Hij wordt ook enorm beheerst in zijn afwerking. Ja, hij is heel rustig voor zijn leeftijd. Overzicht. Ook in balbezit. Hij gaat niet rap een bal verliezen. En twee voeten ook. Dus goed bezig.